Yo mensen, tof dat kijk deze video. Mijn naam is Wesley van Westboy1999. Met vandaag de Mats Square Mode. waar wij dus alle drie de wedstrijden hebben tegen Ajax. Twee keer in de Europa League, één keer in de competitie. En we gaan zien wat de eerste keer in de Europa League gaat worden voor Feyenoord hier tegen Ajax. Of wij een goed resultaat kunnen gaan halen. We krijgen de eerste kans. Mats Wiever met zijn kans voor de voorzet. Die komt bij Gimenez, maar het wordt geblokt. Ze blijven 0-0 nu op Feyenoord met het volgende tegenaanval. Er zit Timmer met het balbezit. Richting Deilroosen. Goede paas. Dielroos moet hij dan zelf. We geeft hem voor. En dan is het bal bal net na naast door Gimenez. Nu komt er een loopactie van Ajax. Met Bruin Brobby. Kan de verdediging fijn dat we tegen doen? Nee, het is de 1-0. Het is Brobby die dat doet voor Ajax. Zo is het in de eerste helft. Nu minuut 27. 1-0 voor Ajax in deze ontmoeting. In de Johan Cruijff Arena. De eerste van de twee ontmoetingen. Hier de bal handen van Beilo. Weer, nu is, Ajax de boven... nu is Ajax de bovenliggende partij met meer kansen. Hier gaat Ajax weer en de renning van Bailo maar een overtreding gezien en een strafschop. Dan kan het 2-0 worden, maar dat wordt het niet. Goede renning van Bailo. Zimanski, Bailo, redt Feyenoord hier. Maar in de tweede helft krijgt Ajax weer de kansen. Feyenoord tot nu toe heel lang geleden pas gezien. Bergwijn weer. Bergwijn naar... naar ik zie het in de handen van de Bijlo. En nu Feyenoord. Een minuut 60. Kan Feyenoord nu eindelijk richting een gelijkmaker gaan met Idrisi. Idrisi is er langs. Idrisi moet er zijn voor de 1-1. Idrisi En het is de gelijkmaker. 1-1 hier. In de Johan Cruyff Arena. Feyenoord komt terug. Nee, niet. Want het is klaar. Feyenoord speelt gelijk 1-1. Dan moeten we in de Kuip dus zien te winnen. In de kuip moeten we zien te winnen van Ajax. Om door te gaan naar de volgende ronde van de Europa League. Maar eerst treffen we Ajax ook nog thuis in eigen stadion. We gaan zien hoe dat gaat lopen. Even een training simuleren. Bijna richting 78 algemeen. Mats Wiever. Maar wij moeten nu voor de tweede keer oprijden tegen Ajax. Nu gaan we hem snel simuleren. En verliezen we meteen drie. Dat is toch wel iets minder. De competitie dik verloren met 3-1. Maar we hopen Ajax wel uit te schakelen in de Europa League. Na de gelijke spel in de, in de Arena is het nu de wedstrijd in de Kuip. En we gaan kijken of wij nu wel Ajax pijn kunnen doen. En kunnen gaan, uh, verder gaan, uh, ja, feest kunnen gaan vieren. Ajax komt wel met de eerste kans na 10 minuten met uh, Grilic. Grilic, bal terug naar achteren. Brobby en nog steeds. Berghuis, Bergwijn. En de bal daar eigenlijk voor uh, Feyenoord nu met de vrije En Dan gaan we dan een kwartier spelen. Kunt een Timber. Timber. Laag naar Wiever. Wiever in één keer. En de bal onderkant lat. En eruit. Geen doelpunt. Nog volgende kans voor Wiever in de handen van de doelman. Dat was de grote kans voor Feyenoord. Maar Mats Wiever krijgt er niet in. Nu komt er een hoekschop van Ajax. Steven Bergwijn met de hoekschop. Wordt hij kort genomen of niet? Nou ja, toch. Ja, ik kan zeggen een soort van, maar dat leek alleszins erop. En hier in de handen van de bijlen. Goed gedaan. Tweede helft ondertussen al. Nog steeds de 1-1-0-0 in de officiële wedstrijd. De vijand moet scoren. Dat willen ze natuurlijk ook. Dan gaat het verlengen worden. Dat wil je niet. Dürren Sun met de hoekschop. De Roosum met de hoekschop. En de kopbal zat erin. Het is 1-0 voor Feyenoord. Santiago Jiménez. Prachtig gedaan door hem. En Feyenoord komt op 1-0. En Feyenoord lijkt de smaak te pakken. hebben. Hij krijgt nu in de 53ste minuut een vrije trap. Kan hier misschien een 2-0 uitkomen. Feyenoord met deze stand al door. En hier bijna nog verzilverd. Laat 20 minuten. Kans voor Ajax. Voor een 1-1. Om de wedstrijd weer op 2-2 te zetten in totaal. Op deze stand is licht Ajax eruit. Een bekend Feyenoord verder in de Europa League. Kan de verdediging de bal tegenhouden? Jazeker, dat lukt ze. En dan is eh, nu 76 minuten een kans weer voor Ajax. Lopez, goed verdedigd weer. En dan is het klaar. Feyenoord wint met 1-0 in de Kuip. Dat betekent dat Feyenoord met een stand van 2 in totaal doorgaat naar de volgende ronde. De kwartfinales, als ik het goed heb, in de Europa League. En zo doet Feyenoord dus goede zaken... Wint het van Ajax. En door naar de kwartfinale. Trainingen blijven we natuurlijk doen. En we gaan ook wedstrijden snel simuleren nu. De wedstrijd die nou op het programma staat is tegen Excelsior. Die gaan we snel simuleren. Wat doen we tegen Excelsior? Moet toch te doen zijn. En dat doen we ook. Zeker 4-0. overtuigend gewonnen dus. Feyenoord. De 3-1 verlies tegen Ajax. Uh, staan we staan bij tweede. Dat is alweer wat minder. Goa Eagles komt. En dan Sporting is de volgende tegenstander in de Europa League. Wat doen we tegen uh, Go Ahead Eagles? Die kunnen we ook snel simuleren. Misschien kunnen we zelfs wel Sporting spelen. Dat uh, zou helemaal mooi zijn natuurlijk. Wat doen wij tegen Go Ahead? We gaan het zien. Snel simuleren. Go Eagles. Deze wedstrijd 2-2. Uh, Dat is veel minder. Met een apart gevoel naar de eerste ontmoeting tegen Sporting. De eerste die we thuis dus spelen nu dit keer. En hoe gaat het thuis aflopen voor Feyenoord? We gaan voor Feyenoord en voor Wiever. We gaan het meemaken. De kwartfinale van de Europa League. De eerste ontmoeting tussen Feyenoord en Sporting. In de Kuip. In tegenstelling tot de wedstrijd tegen Ajax gaan wij hier als eerst thuis spelen. Dus hier moeten we sowieso een goed resultaat zien te halen. De eerste aanval is ook voor Feyenoord. Zimanski. Zimanski. Wiever wordt gevonden. Wiever nu zijn paas. Jazeker. Op Idrissi. En dan doet Idrissi dat uh, totaal verkeerd. En na een kwartier komt nu een kans voor Sporting uit een hoekschop. Cabral. De zet zijn druk. Als deze bal zit voor Sporting. Dit was, dat wordt niet goed verdedigd. En uiteindelijk dan de rebound bijna erin. Maar gaat het lukken, net naast. Volgende kans, minuut 20. Weer voor Sporting hier met Jackson. Jackson loopt per in achtervolging achtervolging. Jackson, overtreding gemaakt, doorgespeeld. Nog steeds. En hier dan schiet kans in de handen van Bailo. Nu komt de vrije trap voor Feyenoord weer. Bart zat daar klaar, maar Zimanski gaat hem nemen. Zimanski in één keer voor. En dan komt hij niet echt bij een uh, medespeler terecht. Zo is het nu minuut 40 Een volgende kans. Nu weer voor Sporting uit de vrije trap. Santos met die vrije trap. bal voorgegeven en al de bal weggeboxt op Bailo. Goed gedaan. 51ste minuut. Weer een kans voor Sporting. In de tweede helft is het al 0-0 nog steeds. Goed gedaan, 53 minuten. Weer een kans voor Sporting. Ook zit de verdediging van Feyenoord er goed bij. Hier ook weer. Idrissi, wordt het dan misschien nu een kans? En de redding van de doelman. Nu 61, weer een gevaarlijke kans voor Sporting. Kan de verdediging nu weer er goed tussen komen? En die had Feyenoord geluk mee. Nu kan Feyenoord er komen. De laatste 10 minuten met de uitbraak. Nou, voor een 1-0. Voor een uh, overwinning in de kaap Gaat het lukken? Timber, Timber, Timber. Vindt hij zijn medespeler? Nee. Wiever, wiever en de redding en dan is deze wedstrijd voorbij. Spelen we gelijk in de kuip 0-0 en dan wordt het een lastige uitwedstrijd worden voor Feyenoord tegen Sporting in Portugal. We gaan zien hoe dat gaat lopen. We gaan zeker zien Twente nu de volgende tegenstander we weer een training doen. We zijn ondertussen al 78 algemeen. Dat zijn helemaal top. Maar wat gaat het worden tegen uh, Twente? Die gaan we nu snel simuleren. Dat eindigt in een 1-1 zich ook wel tevreden mee. En nu dus de tweede ontmoeting tegen Sporting. in de kwartfinale van de Europa League. Daarna nog een, de bekerfinale. Dus een spannende, spannend programma nu. En we gaan zien wat het wordt. Kunnen wij doorgaan naar de halve finale van de Europa League? We gaan het zien. Feyenoord krijgt het strafschop. We beginnen al goed. Kunnen we ook gelijk binnenschieten? Santiago Jiménez of Reis? Het wordt Jiménez. 1-0 Feyenoord. Half uur gespeeld, Feyenoord op 1-0. En nu de volgende kans uit een hoekschop. Idrissi. nee, het wordt Zimanski. Een in een indraaiende hoekschop. Komt hij dan voor het hoofd van Jimenez? Jazeker, weer Santiago. Jimenez. 2-0 Feyenoord. En er komt alweer een volgende hoekschop aan voor de Rotterdammers. Al in de minuut 35. En weer gaat klaar klaarstaan en zoekt hij het hoofd van Jimenez. Dit keer niet Jimenez, maar dit keer is er een andere speler die scoort bij het hoofd. En is het 3-0 voor Feyenoord. Tweede helft. Feyenoord lijkt gewoon op roze door te gaan naar de halve finale. Naar een moeizame 0-0 in de kuip. Lijkt Feyenoord een makkelijke uiterst uit te beleven. Want ik simuleer hem verder. En we hebben het met 3-0 geholpen. Met een goed gevoel dus naar de halve finale van de Europa League. En daar gaan we zeker van genieten. Twente nu een bekerfinale voor Feyenoord. Wat gaat dat worden? Hopen, hopen op de volgende prijs voor Wiever en zijn team. We gaan de hoogtepunten spelen van deze finale. Kunnen wij ook deze beekje finale tot een goed uitbrengen? Het zou wel mooi zijn na het 3-0-overwinning uh, ter Sporting uit. Krijgt Twente hier de eerste actie richting het doel van Bailo. Motta. Misichan. Verdedigd. Goed. Ja, de bal weer voor Feyenoord. Feyenoord krijgt nu ook zijn tegenaanval na 10 minuten spelen. Hier met twin Timber. Timber. Zimanski, Wiever wordt gevonden. Wiever met zijn doelpunt. Jazeker, 1-0. Mats Wiever scoort in de bekerfinale. En ze mogen we eigenlijk ook een keer een doelpunt scoren naar de assisten en paardjes die we leveren. Hier, na een kwartier, krijgt Wiever weer de bal. Mats Wiever op zoek naar zijn medespeler. Vindt hij dan niet. Wiever, dan moet hij de bal voorgeven. Dat lukt ook. En allemaal dan weer ook weer net niet. En dan blijft het dus 1-0. Nu komt Twente met de vrije trap. Kun je eigenlijk een soort hoekschop noemen daar op die plek. Vrij de trap Twente, bal komt voor weggehaald, weggehaald door de omhaal en de bal in de handen van Bijlo. Tweede helft ondertussen al begonnen. Waar Feyenoord de vrije trap nu heeft, hier met Zerouki. Zerouki een keer voor gepingeld, maar de bal in de handen van de doelman. 62 minuten hoekschop voor Feyenoord. Maar nog steeds is 1-0 stand. Doelpunt Mats Wiever. Ten nu toe zijn wij de man van de wedstrijd met deze winnende doelpunt. Ten nu toe in de finale van het KVB bekertoernooi. Bal weggehaald door Twente laatste kwartier in de wedstrijd. Nog steeds de 1-0 voorsprong. Hier de bal voor Dilrosun. Kan Feyenoord meer doen? Dilrosun, dan moet hij het afmaken. En dat doet hij ook. 2-0. Feyenoord gaat hier de beker pakken. Na een 2-0 overwinning tegen Twente. Wordt het misschien nog meer. Komt Twente nog met een punt? We gaan het zien. Maar Feyenoord gaat het niet meer uit handen geven zou je kunnen zeggen. Dilrosun zijn eerste in vier wedstrijden in de beker. Wel weer weggehaald met een omhaal. Prachtig gedaan. Nu nog een kans voor Feyenoord. Misschien wel voor zelfs meer doelpunten. Zimanski met de vrije trap. Het wordt Idrissi met de vrije trap. En die komt u nog voor een speler. Jazeker, nee, maar die gaat er niet in. Nog een rebound. Die gaat er wel in. En hoe 3-0 Feyenoord. Definitief besloten. Feyenoord die hier gaat winnen. Maar Twente probeert het toch nog steeds. Met hun doelpunten. Met hun kans in ieder geval tot een doelpunt. Want dat wil niet zeggen dat het een doelpunt wordt. En deze bouwt ook naast. En is het klaar. Feyenoord wint met 3-0. We winnen dus de KNVB-beker. Wiever weet, in zijn laatste jaar, dat is officieel, hè? we gaan naar Benfica. Tot nu toe zijn prijs te pakken. Naar de beker hoopt hij natuurlijk ook op een Europa League titel. Maar dan moeten we zien hoe dat gaat aflopen, natuurlijk, voor Feyenoord. En de competitie, ja, dat wordt nog wel lastig. Wat doen we snel? Simuleren tegen eh, RKC. 3-1 gewonnen, 2 keer Jiménez, 1 keer Walje En dan hebben wij nu op het programma PSV. Wie is de volgende ploeg die we treffen? Fennebatje, dat wordt een lastige. In een badje in de Europa League. Wat doen we snel? simuleren tegen PSV? Kansloos 3-1 verloren. Dus ik ben bang dat we het kampioenschap kunnen vergeten. Maar goed, we hebben natuurlijk nog we hebben de Beker gewonnen. En we hebben natuurlijk het belangrijkste: de Europa League. Die we gaan spelen. De halve finales tegen Vene Gaat moeilijk worden. Maar we gaan het zien in de volgende aflevering. Bedankt voor het kijken. En later.